De regering zal Tokkie Brunswijk zal meer aandacht besteden aan het informeren van de samenleving over haar beleid. Dit punt is breedvoerig besproken op de tweedaagse retreat welke heeft plaatsgevonden in Hotel Marriott. Dit haalde minister Albert Ramdien van Buitenlandse Zaken, Internationale Handel en Samenwerking aan in een telefonisch interview met onze nieuwsdienst. Hij zegt dat deze regering ook goed contact wil hebben met de media. Dit is terug te vinden in het besluit van de regering om transparant en open te zijn. Ramdien zegt dat er verschillende mogelijkheden gebruikt zullen worden om de media te spreken. Het is natuurlijk dat we via de wekelijkse ontmoeting van de Raad van Ministers na de Raad van Ministers de pers te woord kunnen staan. En dat zal weer worden geïntroduceerd op het stoepje van het regeringsgebouw, zoals u weet. Dat zal elke week zal er een mogelijkheid zijn. De bedoeling is om de pers te woord te staan na de vergadering, zodat meer informatie verstrekt kan worden over besluiten die zijn genomen. Tweede mogelijkheid is de maandelijkse persconferentie die door de Raad van Ministers en een aantal, de vicepresident en een aantal ministers zal worden gegeven. Meer een overzicht van de maand en daarbij vragen beantwoorden van de pers. Maar er zullen periodieke statements zijn, zeker vanuit het kabinet van de president, om het volk te informeren. En natuurlijk staan de journalisten vrij om individuele interviews ook te doen. En de ministers maken ze daarvoor vrij. Uiteraard binnen het geheel van een werkagenda die dat mogelijk moet maken. Maar het grote doel is het volk informeren, contact blijven houden met het volk, maar ook met de diensten. En zoveel als mogelijk informatie blijven verschaffen. En in dat opzicht hoop ik dat we naar een stukje verbetering gaan van openheid van bestuur. Ramdien haalde verder aan dat tijdens de retraite er niet alleen over de verwachtingen en gedragscodes voor de ministers is gesproken, maar ook over de beperkingen. Ramdien gaat in op de beperkingen die de regering heeft om het werk goed te kunnen doen. Nou, de beperkingen zijn één natuurlijk dat we een situatie overnemen die niet erg rooskleurig is, in alle opzichten niet, in termen van bemensing, een verzwaarde personeelsbestand dat pas op het laatste moment nadrukkelijk werd doorgevoerd. Dat is niet een gezonde zaak, hoort ook niet bij behoorlijk bestuur, maar we zullen zien hoe we daarmee omgaan in de komende weken. Ten tweede, de financiële ruimte die er eigenlijk zeer marginaal is, er is weinig geld. Dus het betekent dat we moeten gaan kijken hoe we op een creatieve manier met de weinige middelen toch veel kunnen doen. Derde ook gewoon simpelweg de situatie dat we een stukje financiële problematiek vanwege de belasting van de buitenlandse en de binnenlandse schuld toch die probleem moeten oplossen. Ja. Dus dat zijn beperkingen die we hebben in onze werkomgeving. Maar er is optimisme en er wordt met optimisme hard gewerkt om op een zakelijke, maar deskundige wijze naar oplossingen te zoeken. Minister Albert Ramdien van Buitenlandse Zaken, Internationale Handel en Samenwerking. Onze nieuwsdienst sprak hem vanmiddag over de retraite die de regering het afgelopen weekend heeft gehad. Volgens Ramdien was dit een goede gelegenheid voor de verschillende bewindslieden om elkaar nader te leren kennen. Terugkijkend noemt hij de retraite succesvol.